Welkom terug bij mijn gloednieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de titel Er is iets vreemds met mijn zus. En ik wil weten wat er vreemd is. Like de video binnen 3 seconden. Als jij nooit een gekke zus wilt tegenkomen, laten we beginnen. Hey zoon, hoe gaat het met jou en je zus? Ze is goed. Naar mijn weten slaapt ze nu al. En ik heb besloten om een paar van je boeken te gaan zien. Van jouw collectie. Alfie stuurt ons een foto. Zoals je kunt zien hebben we hier inderdaad wel een creepy foto ontvangen. Van Alfie die de boeken toont van de vader. En misschien gaan we wel iets spannends tegenkomen vandaag in de boeken. Papa zegt, wat ben je aan het lezen? Alfie zegt, ik ben net aan het kiezen. Ik denk dat ik een boek heb gevonden. Papa zegt, cool, welk heb je gevonden dan? Alfie? Waarom antwoordt Alfie niet? Alfie zegt, wacht een seconde vader. Oké, ben je druk? Alfie zegt, het is gewoon het boek. Wat is er met het boek dan? Papa zegt, welk boek? Ik zou hetzelfde denken, wat is er aan de hand? Ik weet het niet. Het heeft gewoon geen naam en dat is ook de reden waarom ik het boek heb gekozen. Een boek zonder naam, dus een boek zonder titel. Is dat alsof je eigenlijk eten ziet dat je niet mag eten? Daar zit geen logica in. Papa zegt, een boek zonder titel? Ik weet het niet zo. Alfie zegt, dat is niet het vreemdste ding. Papa zegt, wat dan? Wat is het dan? Er is niks op het boek geschreven, zegt Alfie. Dus papa zegt, het is dus eigenlijk een soort van kladblok. Alfie zegt, daar ziet het er eigenlijk niet naar uit. Het lijkt gewoon op een boek. Pap zegt, ik heb zoveel boeken. Ik kan me niet eens meer herinneren dat ik zo'n soort boek zou moeten hebben. Alfie zegt, whatever. Ik ga dus een keer een beter kijkje naar nemen. En ik ga later met je verder praten. Ik ben heel benieuwd wat Alfie van het boek gaat vinden. Pap zegt, natuurlijk, geniet van het lezen. 10 minuten later. Alfie zegt, ik wist niet dat je een satanist was, papa. Een satanist? Pap zegt, wat? Je boek is best duidelijk. Weet je, ja. Het boek waar niks op geschreven is, zegt papa. Niks geschreven op het boek behalve 1 bladzijde. 1 bladzijde van het boek geschreven. Waar is de lui? Was de inkt op? Ik heb geen idee. Alfie stuurt ons een foto. Oh my books, kan ik zeggen. We hebben een bladzijde ontvangen. En het is bladzijde 666. Voor de mensen die het niet weten, dat is het nummer van de duivel. En specifiek op deze bladzijde van het nummer van de duivel is er iets geschreven. Oké. Papa zegt eigenlijk niks. Papa zegt haha. Alfie zegt 666. Hij zegt dat is toevallig, maar dat boek is niet van mij. Alfie zegt echt? Wat doet het hier dan? Een boek dat je zelf niet hebt gekocht. Wat doet het daar dan? Een vriend die het heeft gelezen? Die je bang wilt maken? Papa zegt ik heb geen idee. Maar ik heb het nog nooit gezien. Papa zegt wat zegt de bladzijde dan? Alfie zegt ik heb geen idee. Gewoon wat vreemde dingen. En dingen die in het Latijns geschreven zijn. Dus Latijns, ik zou er ook niks van verstaan. Pap zegt, dat klinkt eigenlijk erg raar. Alfie zegt, ik weet het papa, ben je ergens mee bezig? En de vader zegt, het boek is niet van mij. Papa zegt, je zou eigenlijk het boek moeten weggooien. Het is echt raar. Plus, ik heb het je mama verteld en ze is ook best wel bang geworden na dit. Oké, geen probleem, zegt Alfie. Ze serveren nu het eten. Ik moet weggaan. Beloof je mij dat je van het boek wegkomt? Alfie zegt, natuurlijk. Met een boos gezichtje van een duivel. Slaap lekker, zoon. En zeg hallo tegen je zus, wanneer het kan. En gooi het weg. Het boek. Alfie zegt, oké. De volgende dag. Pap? Hey zoon, hoe gaat het vandaag? Het gaat goed, maar ik moet je eigenlijk iets vertellen. Papa zegt, natuurlijk. Is het belangrijk? Alsjeblieft, gewoon niet gek worden. En vertel het mama alsjeblieft niet. Papa zegt, je begint me bang te maken, kind. Vertel het mij gewoon. Het is Daniela. Wat is er gebeurd met je zusje? Is ze oké? Ik denk het, maar ze gedraagt haar heel raar. Hoe kan het? Ze lijkt ziek. Ik weet niet eens hoe ik het moet uitleggen. Ze slaapt de hele dag door. Papa zegt, misschien is ze gewoon moe. Kijk naar de tijd, papa. Het is 3 uur in de middag. Papa zegt, ik weet niet waarom, maar misschien zijn het gewoon vrouwelijke dingen. Je weet wel wat ik bedoel. Vorige nacht toen we gesproken hebben, hoorde ik echt de vreemdste geluiden afkomen van haar kamer. Wat probeer je te zeggen, zegt papa. Denk je dat ze daar is met random mensen?
Nee, niet dat, zegt Alfie. Het klonk eerder als geluiden van dingen die vielen. Dingen die vielen. En haar kamer is echt een rotzooi. Papa zegt, heb je met haar gesproken? Ja, ik ben zelf in haar kamer gegaan. Maar ze vertelde me dat alles in orde was en dat ik haar alleen moest laten. Papa zegt, vraag het haar nog eens een keer wanneer ze wakker wordt. Ik denk dat het iets te maken heeft met die loser boyfriend van haar. Alfie zegt, je hebt gelijk. Misschien hebben ze ruzie gemaakt. Ik ga het later vragen aan haar. Papa zegt, dat is goed. Laat het mij weten. 2 uur later. Pap, ik denk dat er iets fout is met mijn zus. Papa zegt, waarom? Ze is een uur geleden opgestaan en ze gedraagt haar zo raar sindsdien. Wat is raar? Gek, leg het mij uit, zegt papa. Ze is helemaal klaargemaakt en ze blijft haar hoofd tegen de muur duwen op deze manier. Stop haar. Ik probeer het, maar ze is zo sterk. Ze praat nu met mij. Wat zegt ze? Ik weet het niet. Het klinkt niet eens als haar. Het is niet haar stem. Ze beweegt haar arm op de vreemdste manier. Bel het ziekenhuis. 2 minuten later. Papa zegt, heb je hun gebeld? Ik kon het niet. Ze heeft het telefoon van mijn handen gepakt. Papa zegt, waar is ze nu? Je moet het geloven, maar ze is vertrokken. Ze is weggevlogen. Weggevlogen? Ben je serieus, zegt papa? Ik maak echt geen grappen. Het is echt gebeurd, zegt Alfie. Ik moet echt gaan. Wacht, zoon. Kalmeer. Vader, ze is weggevlogen. Dat ding of wat het ook was, het is niet mijn zus. Het boek die je gisteren vond. Heb je die gelezen? Ik zei je, er stond niks in het boek behalve 1 bladzijde. Heb je de bladzijde gelezen? Ja, dat heb ik gedaan. Wat ik kon in ieder geval. Dus ik zeg, de helft was in het Latijn. En ik versta geen Latijns. Maar heb je het proberen te lezen? Ja, Engelse gedeelte. Maar dat maakte eigenlijk geen sens. Maar ik las wel het Latijnse gedeelte. Hardop. Ja. Alfie, dit klinkt als een sprook. Wat kan het zijn? Deze dingen bestaan echt. Plus, hoe kan je het eigenlijk bewijzen of uitleggen? Het boek was er eerst niet. En opeens was die er toen jij er was. Plus, er was maar 1 pagina. Geschreven op de 666ste pagina. Het nummer van het beest. Exact. Wat moet ik doen, papa? Je bent op een cruise. Je kunt helemaal niks voor me doen nu. Moet ik de politie bellen? Je moet het boek vinden. Ik heb het weggehaald, maar ik denk dat het nog steeds in huis is. Vind het en ga je zus zoeken. Maar zorg dat je een boek bij jezelf hebt. Wacht, pap. 2 minuten later. Ik vond het. Waar kan ze zijn? Alfie zegt, ik weet het niet. Maar gelukkig is het hier een kleine plek, dus ik ga mijn best doen. Dus waarschijnlijk kunnen ze Daniela heel snel vinden omdat het een kleine plek is waar ze wonen. Hopelijk wordt ze niet pijn gedaan door iemand. Ik ga nu. Ik ga haar proberen te vinden. Ik stuur u direct als ik geluk heb. 1 uur later. Alfie zegt, ik heb haar gevonden. Pap zegt, waar? In de oude kerk. De verlaten kerk. Alfie zegt, of stuurt mijn foto. 3, 2, 1. Oh! Het is letterlijk Daniela die aan het vliegen is. Nu zien we dat Alfie niet gek is. En Daniela zweert aan de deur van de verlaten kerk. Holy guacamole. Oké? De vader zegt, zoon, luister naar mij. Je moet het Latijnse gedeelte lezen van het boek. Je moet het hardop lezen. Voor haar. Ze komt dichter, pap. Papa zegt, snel, doe het. Ik weet niet hoe, zegt Alfie. Papa zegt, gewoon zoals je het gisteren hebt gedaan. Simpel. Ik ben bang dat ze me gaat pakken. Haast je, zoon. 1 minuut later. Alfie zegt, pap. Zoon. Alfie stuurt een foto. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. We zien haar, maar ze zweeft niet meer. Ze is nog wel voor de verlaten kerk. Ze heeft een wit kleed aan, maar ze ziet er niet best uit. Ik hoop dat ze niks gaat aandoen bij Alfie. Ze vroeg me wat ze daar deed. Voor de kerk en zo. Ik heb gelezen wat je me vertelde om te doen. Het ziet eruit dat ze beter is. Ga naar haar toe, zegt papa. 4 minuten later. Zij is het. Ze is terug. Breng haar naar huis, zoon. Alfie zegt, hoe wist je dat op deze manier ze terug zou komen? Dat het allemaal weer goed ging komen. Papa zegt, ik heb gewoon 2 plus 2 gedaan. Dus eigenlijk een logische methode gezocht waarop ik hoopte dat het terug ging goed komen. En ik hoopte dat het ging werken. Dus papa heeft letterlijk gehoopt dat dit ging werken. En het heeft gelukkig geholpen. Papa zegt, waar is het boek? Nog steeds hier, zegt Alfie. Papa zegt, zorg ervoor dat je het verbrandt. Alfie zegt, ik zal het doen.
Oké. Dit is een spannend verhaal. Als jullie het leuk vonden, like de video. Vergeet niet te abonneren. En het woord van de dag is het boek. Het boek voor een shout in de volgende video. Vonden jullie het leuk? Ik hoop het. Moet ik meer van deze enge video's maken? Laat het weten. Ik ben blij dat er eens een keer een goed einde aan was. Bedankt jullie voor het kijken en ik zie jullie de volgende keer graag terug bij een creepy video. Adios.